De Kaasmarkt is een spectaculair historisch schouwspel dat van 5 april tot en met 30 augustus iedere donderdagochtend plaatsvindt. Wat vindt de Gouwenaar van de Kaasmarkt? Per kilo. Oh nee, maar dat wordt er niet bij gezegd. Nee, maar dat is de gewoonte. Kaas koop je alles in een kilo. Hartstikke leuk weer. Beetje gezellig drukte. Nou ja. Dus. Bent u van plan een stukje kaas te gaan kopen of te proeven? Proeven moeten we meestal, maar ja, dan moet ik mijn bron maar in neerzetten. Vroeger kwamen ze langs. Dat is jammer. Ja, ja, zeker. Ben je al vaker naar de kaasmarkt geweest kijken? Ja, maar ik ga vaak wel even kijken. Ik vind het altijd wel leuk. Dat ben ik tegenwoordig vrij op donderdag, dus we kunnen vaker kijken nu. En wat vindt u van de kaasmarkt? Ik vind het altijd erg leuk. Met name alle toeristen die het aantrekt, vind ik erg leuk. Niet zo veranderd. Nee, dat vind ik van niet. Nee. Maar zijn er nu wel meer toeristen dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden? Dat vind ik van wel, absoluut. Ja. En dat is ook niet een van de redenen, maar ik ga met mijn fiets lopen vaak zo hier rond. En ik ben dus een liefhebber van de Franse taal. Dus als ik Fransen dus een beetje op weg kan helpen, dan doe ik dat. Dat vind ik leuk. Wij wonen in Gouda en we komen hier eigenlijk nooit op de kaasmarkt. Ja, wel. Ja, wel op donderdag, maar... Maar verder... Ik vind het wel leuk, voor toeristen is het leuk. Ja. Gouda moest eigenlijk meer bereid zijn om parkeerplaatsen te krijgen buiten de stad. Dan kon je hier makkelijker lopen en fietsen. Ja, ik vind het leuk. Ja, heel leuk. Ja. Ja. En wat vindt u er leuk aan? Nou, de oude traditie met die paterwagen, met de patervoer van vanuit vind ik erg leuk. Dat is echt gaaf. Ja, en de grote stroopwafel vind ik erg leuk. Denk je terug in vroeger? Ja. Daar denk ik aan. Ja, echt waar. Ja, dat is heel leuk. Ik vind het wel gezellig op zich, dus het ziet er altijd wel gezellig uit. Gezellige sfeer, dus dat vind ik er eigenlijk wel van, ja. Speciaal uitgenodigd voor de kaasmarkt? Ja, en we doen dit, ik geloof 4 of 5 keer, ja, doen we dat dit jaar. Vorig jaar hebben we het ook gedaan, en dit jaar weer. En we vinden het zelf ook ontzettend leuk om het hier te doen. En waar komen jullie vandaan? Nou, ons koor komt uit 7 huizen, maar ja, de leden die komen dus ja, uit omringende dorpen ook vandaan, dus... Ja, nou ja, wij vinden het ook ontzettend leuk hè, om, ja. om het te doen. En wat vindt u van de kaasmarkt? Ja, heel leuk, gezellig. Dat ze met de kaas ook te verkopen en ook de markt erbij. Heel leuk. Ben je wel eens naar de kaasmarkt geweest? Ja, met mijn vriendin ben ik geweest. Ja. En wat vind je ervan? Leuk. Ja, dan kan je lekker kaas proeven en zo. Ja, goed, jij gaat naar... Jules toe, ja. Zo. Ja, ja en ja, maar zijn er dan ook... op deze dagen met de kaasmarkt meer mensen op het terras? Ja, veel ja. Veel? Ja. Dus jullie hebben het lekker druk? Ja, zeker ja. Ik kom eigenlijk even bij mijn dochter kijken die hier werkt op dit moment. En ik woon al heel lang in Gouda en ik was nog nooit op de kaasmarkt geweest. Oh, dus erg, nou, hè? Beter laat dan nooit. Dat is waar. Toch? Nee, helemaal goed. En ja. Hebt u al een stukje lang gekeken? Of ja, komt ja. Nee, we hebben net even er langs gelopen. En wat vindt u ervan? Ik vind het erg leuk. Mijn ouders waren vroeger boer en het herleeft weer een klein stukje. Dus ik vind het erg leuk en jammer dat ik er nooit eerder geweest ben. Hier ben ik geboren, dus ik neem maar een keertje mee naar mijn geboortestad. Ja. Oh, en wat vind je ervan? Ik vind het wel een leuke stad, ja. Wel gezellig. En zijn jullie ook al bij de kaasmarkt geweest kijken? Nee, nog niet. Nee. Nee. We komen net aan. Ja. Oh, nou, goed, dan hou je dat te goed. Ja. Precies. Hè? Hebben we nog een kleine verrassing hè, voor later vandaag? Nou, ik denk dat de markt en de kaasmarkt die zijn zo meteen afgelopen hoor. Oei. Oh, en waar is het? Wel... Nou, hier een stukje verder. Ik denk dat ik heel veel van kaas hou, dus dan moeten we wellicht even die kant op gaan. Ja. 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 Nou, dan moet je even doorlopen. Dat is toch mooi? Dat is een goede promotie voor Gouda, laten we eerlijk zijn. Zou dat nog wel meer toeristen trekken? Want dat wil de gemeente wel graag. Die willen nog meer toeristen trekken? Nou, het is al druk zat, vind je niet? Het is nog niet eens hoogseizoen, moet je eens kijken hoe druk het al is.